Mijn gast is een Vlaams acteur die al jaren furoren maakt in Hollywood. Deze week kwam op HBO Max de nieuwe serie The Regime uit, waarin hij de hoofdrol speelt naast Kate Winslet. Maar de afgelopen jaren speelde hij al in de ene kaskraker na de andere. Wait for the signal. How the hell can you even tell? You killed me. Didn't I do well, uncle? I'm sorry we didn't call, but we're hiding out. Hang in there with him! No, stop it! Ja, weinig mensen weten dat, maar file parkeren noem je in het Vlaams iemand in de poep schieten. Denk ik, weet ik niet. Laat je horen voor Matthias Schoenaerts! Wat goed dat je er bent. Dankjewel om mij uit te nodigen. Ja, heel graag gedaan. Hoe gaat het met je? Heel goed, heel goed. Heel blij om hier te zijn. Ik hou van Amsterdam. Ja. De lente begint en dan ziet lekker. Alles er mooier uit. Ik zit de hele dag in een kantoor. Ik heb geen idee. Oh, oké. Maar ik ben blij dat je dit zegt. Hey, ik zei net al, je zit in een nieuwe serie. Ja. Het is een serie met Kate Winslet. Ik ga het even een beetje proberen samenvatten. Ja. In The Regime speelt Kate Winslet een dictator met smetvrees. In aflevering 1 zien we dat ze bijvoorbeeld extreem bang is voor schimmels in haar paleis. En dan kom jij, Herbert Zubak, een soort lijfwacht, adviseur met een vochtmeetapparaat, en jullie worden verliefd. Begrijp mijn vraag. Ja. Iedereen waarom moet kijken. Ja. Pardon my French, maar what the fuck is dit voor serie? Ik weet het ook niet. Ik weet nog steeds niet waarover het gaat. Maar ik weet wel dat het steengoed is en entertainend. Maar het is, het is absurd, het is excentriek, het is geestig, het is verontrustend, maar het is super entertainend. Ja. Had je dat meteen door toen je het script las? Of moest je ook even Het was een beetje verwarrend. Ja. Het schiet alle kanten op. Maar uiteindelijk heb ik wel gevoeld dat de makers heel goed wisten wat ze wilden maken. Ja, nou, om een beetje de mensen een idee te geven, hebben we een klein fragmentje. Je ziet natuurlijk niet alles, maar dan hebben we een beetje een sfeer. This mustard will help. Go on then. Slap me up like a sandwich. I must admit, I'm not familiar with your techniques. They are from my mother. Oh, right. Ja, dat is goed toch? Ja, dat was het. Genezen! Ja, dit had ik vanmorgen niet verwacht dat dit zou gebeuren, maar voelt meteen heel goed. Maar je las dus in het script dat het goed was, maar hoe lees je dat dan? Wat zie je dan? Waarom denk nee, je voelt meteen vanaf de eerste bladzijde voel je direct dat de kwaliteit van het schrijven gewoon echt heel, heel dens is. En de kwaliteit van de dialogen ook, daar moet je niet lang over doen. Je weet ook dat het de schrijver is van de meeste aflevering van Succession, dus ja, dan... Dat voel je ook meteen, dus ja, dat is duidelijk. Je bent een filmster, je werkt over de hele wereld, maar je woont nog in Antwerpen. Ja. Waarom woon je niet in Hollywood of in New York of zo, zoals de gelijken die jij hebt? Omdat ik gewoon heel graag in Antwerpen woon. Antwerpen is eigenlijk, New York is, je kent het verhaal toch een beetje, de geschiedenis? Amsterdam trouwens, deze stad, is eigenlijk opgericht door gevluchte Antwerpenaren. Oh. En New York is opgericht door gevluchte Amsterdammers. Dus eigenlijk is New York opgericht door Antwerpen. Heel slim omgedacht. Heel slim. Voilà. Dus eigenlijk woon je in de... Ja. Ja. Eigenlijk, je woont gewoon in de oerversie van New York eigenlijk. Ja. Ja. Niet heel autoluw daar trouwens. Maar goed, daar hebben we een andere keer weer over. Ja. Wat misschien niet iedereen weet, je bent ook graffiti-kunstenaar. Onder de naam Zenith. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Dat is niet een kleinigheidje. We hebben afbeelding van wat jij onder ogen ongeveer maakt. Moet je nou kijken. Dit is hysterisch. Wat is... Ja. Kun je iets vertellen over wat we hier zien? Wat is links bijvoorbeeld? Dat is een groot links bijvoorbeeld is een... er zit wel een beetje een verhaal achter. Ja. Destijds, tijdens corona, was er een hele controverse met betrekking tot de beelden van de standbeelden. Beter gezegd, van Leopold II, die nog in België stonden. Ja. En in zijn geboortestad Oostende is er eigenlijk een weerzinwekkend beeld waarin hij wordt afgebeeld
als grote leider, met het teken erop aan zijn geniale beschermer. Maar het onderste deel van het beeld zie je ook mensen uit Congo met afgekapte handen en dat soort zaken. En het toeval wilde dat ik op een bepaald moment gevraagd werd door mensen uit Oostende om een muurschildering te maken. En dan dacht ik van, hey, laten we meteen die man zijn kop eraf hakken. Ah. En dat heb ik dan geschilderd. Ja, toch? Ja, goed idee. Ja. Oh, dat zien we dus, ja. Oh ja. Komend weekend zijn de Oscars. Ja. Ben je er wel eens geweest? Ik ben er 10 jaar geleden geweest voor Runskop. Hoe was dat? Ja, het was pittig. Het is een soort psychotische staat van zijn waar heel die stad zich in bevindt. Ja. En, maar ik vond het wel heerlijk. En in die periode heb ik wel bijzondere ervaringen meegemaakt. Nou. De eerste Amerikaanse agenten die me dan op een bepaald moment vroeg... wie zou je graag ontmoeten? Welke regisseur zou je graag ontmoeten terwijl je hier bent? Ja. En dan ging ik even denken en dan dacht ik... ja, mijn favoriete regisseur zou dan toch wel David Lynch zijn. Ja. Het leek mij vrij onmogelijk dat dat ervan zou komen. Maar ze heeft dan toch... ze is er toch in geslaagd om dat mogelijk te maken. En eigenlijk, dat hele gebeuren was één grote David Lynch-ervaring. Dus ik had een afspraak... Nee, maar echt waar, ik had een afspraak met een onbekend iemand op een verlaten parking, ergens in Los Angeles. Die kwam dan in een hele vreemde wagen aan. Dat was aan een Engelsman die eigenlijk een soort spraakwaterval was, maar in zo van dat upper class British English, super fast. Ik verstond geen zak van wat die man aan het zeggen was. Die man stopte ook niet met ratelen. Dus ik stap met hem in de wagen. En in het begin denk je, ah ja, beleefd zijn. Haha, ja. Maar die man bleef maar gaan. Ik dacht, op een bepaald moment, wanneer houdt hij nou op met praten, die man? Ja. En we zijn een half uur aan het rijden. En plots zegt hij, ah, we zijn er. Ik was al helemaal afgehaakt. Ik zat echt naar buiten te staren. En plots zegt hij, we zijn er. Dus ik kijk rond. En plots zie ik dat het huis is van Lost Highway. Ik weet niet of jullie die film gezien hebben. Oh. Maar als je die film gezien hebt, dan is dat een zeer bijzonder moment om echt letterlijk voor dat huis te staan. Kom, we gaan de trap op. Die Engelse waterval die belt aan. Doet een Japanse vrouw aan de binnenkant. Weet ik veel wat. Ja. Die Engelsman die antwoordt in het Japans. Ik denk, wow, dit is echt te heftig. We gaan binnen. Ja. Ik word verwelkomd door die Japanse vrouw. Ik zeg, oké, prima. En ik zie verder in de ruimte een deur openstaan die uitgeeft op een tuin. Dus ik neem aan, van daar zal David Lynch dan van komen. Ja. En dus die Engelsman en die Japanse vrouw stonden naast mij. Ik heb 2 seconden mijn blik gericht op die deur. Ik draai me om en zowel die Engelsman als die Japanse vrouw zijn verdwenen. Wat? How was I? En dan ging het nog verder, maar dus als begin dat kan tellen, toch? Wat bizar. Ja. En ja. Heb je David Lynch ontmoet? Ja, natuurlijk. Oh ja, oké. Okay, ja, ik denk wel. Denk maar, kom, gaan we naartoe. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, toch goed verhaal. Ja. Dames en heren, Matthias Goedaert, laat je horen. Hemmerzoen is te zien op HBO Max. Jullie allemaal bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Hoi. Oh ja, dat is ook nog wel een leuk verhaal. Kan ik dat nu vertellen? Ja, oké, okay, fuck it. Nou, ik vertel het gewoon. Super gênant. Ik was een keer op zo'n feestje met allemaal BN'ers. En op een gegeven moment komt... wie komt er binnen? Nou... Oh, sorry, even tussendoor. Sorry. Kijk nu de hele uitzending terug op NPO Start. Dat was ik. Oh ja, wie komt er binnen? Met zijn haar helemaal door de war. En nou, helemaal zijn broek op zijn knieën. En,